Welkom bij die mozaïekoordenking. Ons is nog steeds bezig met 2 Petrus hoofstuk 1. En ons skriflesing vandaag is vers 20 en 21. Dit vooral moet julle weet. Geen profetie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgeleerd worden. Want geen profetie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie. Nee, dier die Heilige Geest meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig. So in hierdie 2 verse gaan dit oor die belangrikheid van die skrif en die profetie van die Ou Testament, van die Bijbel. En dat dit niet iets is waaraan een mens sommer kan torring nie. Petrus was bewust dat daar dwaalleraars was, wat moeilijkheid in die kerke gemaakt het. En die verhaal wat ons vorige keer na gekyk het van Jezus' verheerliking op die berg, het Petrus gebruik om te sê, kyk, dit wat die profete gesê het is waar. Moet nie dink die profete het nie die waarheid gepraat nie. En dit wat ons vir julle vertel van die Here Jezus, dit is waar, dit komt van God af, dit komt van die Heilige Geest af. Nou, toe ek klein was, toe ek groot geword het, kon ek nie my Bijbel op die vloer neersit nie. My ouders het vir my geleer, nee, mens doe nie dit nie. En dit was ook ondenkbaar om een kopie of een glas bo op jou Bijbel neer te sit. Mens doen ook nie dit nie. Mens moet respect hê vir die Bijbel. Nou, is dit omdat mens die Bijbel aanbid? Nee, natuurlijk nie. Ons aanbid nie die Bijbel nie. Maar die Bijbel is een wonderlijke boek waarin ons God leer ken, waardeur ons God leer ken. En daarom het mens respect voor die Bijbel. Ons belei allemaal van die Here Jezus dat hij is God en mens. Ware mens, soos ek en jy, wat honger was, wat gelei het, wat geheil het, wat blij geword het. Maar ons sê ook, die Here Jezus is God, wat van altijd af daar was. Nou iets daarvan kan ons ook sê van die Bijbel. Die Bijbel is natuurlijk een boek wat door mense geskryf is. En een mens kan achterkom die rol van die cultuur van die verschillende tye. Mens kan zelfs achterkom hoe geletterd party van die skrywers was. Dit is mensenwerk, maar terselfdertyd is het Godse woord. Die Bijbel is een baie besonderse boek, waarin ons eindelijk Godse liefde kan ontdek, kan leer wie God is en hoe lief God voor ons het. En dit is daarom dat Petrus wal gooi en sê mense, moet nie die skrifte, moet nie die profetieë verwaarloos nie. Want dit is waar julle gaan moed kry, waar julle gaan kracht kry, om julle leven as christene te kan leef. Ek sou amper wou sê, ons kan vandag sy oordenking, sy opskrif maak, hou vas aan die woord. En dan spel ons woord met de hoofletter, bedoelende terwijl ons aan die Bijbel vashou, hou ons ook aan die Here Jezus vas. Want die Bijbel vertel vir ons van die Here Jezus. En die Here Jezus het vir ons kom wys, wat Godse wil is, hoe Godse liefde lyk. En so word ons bemoedig om ons leven as christene te leef. Dat is een baie mooi ou lied, wat in 1806 geskryf is, het was in Hollands, maar is natuurlijk verwerk en aangepas. En ek wil vir jou net een bykie van die woorde lees van hierdie lied, omdat het so onderstreep wat ons nou hier oor praat. Woord van God, woord van die leven, woord vir ewig, vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe waarin God om openbaar, woord betrouwbaar, vas en waar, deur miskenning en gevaar, wat zou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die leven. Iets daarvan wil Petrus vir sy lesers of sy hoorders laat besef, dat as ons moedeloos word, en as ons wonder, is het die moeite werd om te glo, om kerk toe te gaan, om as christene ons leven te probeer leef, dan wil hy vir mense sê, luister mense, gaan terug naar die skrif, gaan terug naar die profetie, maar eindelijk, blijf vasthou aan die Here Jezus, van wie die woord ons vertel, want dit is waar ons kracht lê. Dit is daar die lig wat binnen in ons harte skyn, wat ons levens kan verander. Ek lees vir jou nog een vers van die ou lied. Terug tot in die grys verlede, bou Gods woord vir ons een brug. Oor die troebel van die hede, open dit een toekomstvlug. Spreek die Here, word die tyd oomblikke van ewigheid. Deur sy gees laat God verhewe, ook in ons sy woorde lewe.
Ja, hierdie verhaal van die verheerliking op die berg, waarna ons nou die afgelopen tijd gekyk het, dit bevestig vir ons, dat die Heere Jezus werkelijk die Messias is, en dat hij ook mij in jou leven wil en kan verander. En dan is een van die belangrijke goed wat ons moet onthouden en moet aandag gee, is om te blijven vasthou aan die woord, aan die Bijbel, in sy geskrewe vorm, maar ook die boodskap, die woord met die hoofletter. Kom ons bid saam. Heere Jezus, dankie dat u die woord is, wat van altijd af daar was, en wat mens geword het, hier op aarde kom loop het, kom leef het, vir ons kom wys het, hoe lyk Godse vergifnis, Godse liefde. Ons erken vandag, ons raak baie keer moedeloos, maar dankie dat ons die Bybel het, dat ons kan oopmaak, dat ons kan lees, dat ons herinner kan word aan die groot liefde vir ons. Help ook vir ons om vir mekaar ook op een manier die woord te wees, om mekaar te kan herinner aan wat in die Bybel staan, hoe lief u vir ons het, hoe u ons bemoedig, ook as ons swaar kry. Ons kom na u toe, Heere Jezus, as die woord van die lewe. So aanbid ons u, en so nooi ons u ook elke dag weer in ons eie lewens. In Jezus' naam bid ons dit. Amen.